Yo mensen, de Toffelijkheid is goed. Nieuwe video. Vandaag heb ik weer een Fortnite solo potje voor jullie. En we gaan kijken hoe ver we gaan komen. We gaan kijken of we gaan winnen. We gaan kijken hoeveel kills we pakken. En kills betekent nog steeds mensen dood. Kills betekent nog steeds in het Nederlands mensen doodmaken in het spel. En we gaan kijken hoe ver we gaan komen. Ik hoop natuurlijk dat we winnen. Gebeurt niet altijd. Ik hoop het wel. We gaan het zien. Dus ja, we gaan het gewoon zien. Wat er gebeurt in dit potje. We zitten in het loading screen, oftewel we zitten in het ladingsscherm. Want een loading screen betekent in het Nederlands. Loading screen betekent in het Nederlands laadscherm. Maar dat kwam er niet helemaal goed uit. Dus ja, loading screen betekent in het Nederlands laadscherm. Maar ik kwam net even niet uit mijn woorden, sorry daarvoor. Ik kwam net inderdaad even niet aan woorden, sorry mensen. Ik kwam net even niet aan woorden, sorry daarvoor. Het kan gebeuren. Ik kom wel vaker niet uit mijn woorden, dat... ja, dat kan gebeuren, dus sorry mensen, ik kom... Sorry mensen, ik kwam net even niet uit mijn woorden, sorry daarvoor. Dus dat, inderdaad. En we gaan naar City Shafts voor dit eerste potje van deze video. En we gaan kijken hoe ver we komen in City Shafts. Ik hoop natuurlijk dat we vanuit City Shafts het potje gaan winnen. Nee, 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 jongen. Zoek weer zoveel geluk. Ik zit vast en dan pakt hij mij. Het slaat toch helemaal nergens op? Dit gaat toch nergens heen zo? Deze man is niet eens goed, jongen. Ik zat gewoon vast en ik had geen wapen. Het slaat toch helemaal nergens op, dit. Zo zonde dit. Staat hij in de weg en dan pakt hij mij per ongeluk. Dit was gewoon van hem puur per ongeluk, hè? En ik kon geen kant op, ik zat vast. Omdat hij gewoon daar ineens kwam. En hij liep ook ineens vast toen hij de wapen pakte. Het staat echt helemaal nergens op het bordje van net. Kan gewoon niet. Hoe dat ging net. Kan echt niet. Zeg, heel slecht begin, maar dat maakt niet uit. Kan gebeuren. Ik kon gewoon geen kant op. En dat is heel zielig van hem dat ik geen kant op kon. Waardoor ik dood ging. Maar dat maakt niet uit. Dat moment van net moeten we vergeten. We gaan een nieuw potje in. Naar deze plek ga ik een keer. Daar kom ik normaal gesproken echt nooit. En nu dacht ik van, de bus komt er langs, zowat ongeveer langs. Ja, de bus komt er zowat ongeveer langs. Dus toen dacht ik, het is nu wel leuk om misschien naar die plek te gaan. Omdat de bus er nu ook gewoon langs gaat. Ja, soort van. De bus gaat er nu een soort van langs. En toen dacht ik van, het is leuk om naar die plek te gaan. Dus ga ik ook naar die plek. Dus we zijn onderweg naar die plek. Naar Synapse. Synapse Stadion. Of Synapse Station. Ja, naar Synapse Station zijn wij onderweg.
heb een DMR als beginwapen, dat is niet best voor dichtbije afstanden. Een SMG erachter krijgen, dat is prima. Dan pak ik wel deze normale SMG even. Weer een DMR. Meer granaten. Als we heel veel dit doen, dan kunnen we die Rift2Go daar mee nemen. Dus dan nemen we nu de Rift2Go mee. Die is ook bijna neer. Maar ik heb deze shotgun nodig, dan kan ik hem van dichtbij. Precies, dan kan ik hem van dichtbij pakken. Dan gaat het iets makkelijker met de shotgun. Maar de DMR heeft hetzelfde aantal kogels, of hetzelfde aantal. DMR heeft gewoon hetzelfde... DMR heeft gewoon dezelfde kogels als dat in een AR gaat. Dus dan is een DMR meenemen niet handig als ik ook een AR heb. Want er gaan ook AR kogels in de DMR. Dus dan neem ik gewoon geen DMR mee, maar wel mijn burst. Terwijl dan neem ik geen DMR mee, maar wel mijn AR. Dan nemen we deze even in. Nemen we die mee. Maken we deze nog even open. Moeten wij 724 meter lopen. En dat doen we gewoon lekker zo. Die 724 meter ga ik echt niet lopen. Dat doen we gewoon lekker met Riffy. Dat doen we gewoon lekker met het Rift2Go'tje. Dan zijn we er iets sneller dan dat we moeten lopen. Kijk, want met deze Rift2Go hoeven we gewoon geen enkele meter te lopen. We zijn al in de cirkel. Dat scheelt wel een hele... Hele, ja, dat scheelt toch een hele hoop natuurlijk. Dat scheelt inderdaad een hele hoop. Maar ik zag hier op het dak nog wat dingen liggen die ik al kon gebruiken. Dus gaan we heel even terug. Weg, ik moet weg. Ik moet weg daar, die kill gaat me doodmaken. Ik zat daar ook weer vast. Ik moest daar al weg, anders ging ik echt dood. Oh, hier is die ding in, helemaal goed. Een grote shield. Een grote shield kan ik nu wel gebruiken, dat is wel lekker. Ik hoop niet dat die kerel mij achtervolgt, want dan ben ik nog steeds dood.
Met dit AP ben ik al nog steeds dood als hij me achtervolgt. Volgens mij is hij me gelukkig niet aan het achtervolgen. Anders ben ik met dit AP nog steeds dood. Nee, ik ga dat niet kopen. Een auto. Ik weet maar nooit of die auto natuurlijk de kerel is die momenteel in dit potje zit, die iets beter is dan mij, dat weet je maar nooit. Kan ik me beter het zeker voor het onzekere nemen en gewoon meteen weg zijn. Ik had de madmiss niet gezien. Als ik een madmiss gezien had, had ik eerst wel een madmiss ingenomen. En daarna de chuck splashes. Maar misschien als ze nu gewoon nog meer chuckflesjes vinden, dan is dat hele probleem van de madmiss niet innemen opgelost. Maar dan moeten we wel nog wat meer. Nee, je kan hier niet weg. Die vent, ouwe, kan hij mij met rust laten of niet? Ja, dit is zo ongelooflijk zielig, dat is niet te geloven. Het is zo ongelooflijk zielig. Het is echt zo ongelooflijk zielig. Mij aanrijden en dan doodmaken. Het is niet normaal hoe zielig het is, jongen. Hoe zielig de mensen momenteel vandaag zijn. Echt waar. Kijk mensen. De meeste YouTubers op. De meeste YouTubers uploaden alleen maar het goede. Maar ik ga dit wel uploaden om te laten zien dat het ook niet altijd goed gaat. Maar de manier waarop ik net gekild word, hij rijdt me gewoon aan. Dat is gewoon echt super, 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 super zielig. Omdat hij niet anders kan, rijdt hij me aan. Dan ben je gewoon echt zielig. Dat is echt niet normaal zielig. Echt niet normaal zielig. Dat is echt niet normaal. We gaan nog één potje doen. Zoals je ziet ben ik en ingesloten. En aangereden. Dit gaat helemaal fout. Maar daar kan ik niks aan doen. Er zijn gewoon zielige mensen die ik tegenkom. Die gewoon niet normaal willen spelen. En me gewoon willen aanrijden. Of me willen insluiten. Dat vind ik niet normaal spelen. En dan ga je op die manier dood. En dan kan ik er niet zo heel goed tegen, omdat het gewoon een zielige manier is.
We gaan hier gewoon naar Corny Crossroads voor het laatste potje. Ik weet het, er gaan heel veel mensen heen. Zo, mensen kwamen heel veel inwoners, sorry daarvoor. Ik weet, hier gaan super veel mensen heen. Ik weet, dit wordt waarschijnlijk een kort potje. Ik weet. Maar ik moet toch iets. Dit was bijna echt een extreem kort potje, zoals je ziet. Maar ik leef wonder boven wonder nog. Ik weet niet hoe. Daarom zeg ik wonder boven wonder, omdat ik echt niet weet. Er zijn twee dezelfde shotgun slag. Ja, er zijn twee keer de twee shotgun. Of zal twee keer de two shotgun. En de two shotgun betekent natuurlijk de twee shotgun. Want de two shotgun betekent in het Nederlands de twee shotgun. Ik heb echt healing nodig. IJsjes die me wat snelheid geven en wat healing, dat is altijd lekker. Het is hetzelfde als die pepers in de laatste seizoenen van Fortnite. Dat doen die IJsjes niet, die wat snelheid geven. Ja, ik ga toch voor de gouden prime shotgun in plaats van een paarse tuur shotgun. Dan vind ik de prime shotgun toch beter. Ik hoop dat ik er nu wel wat langer overleef. Level 201. Dat is mooi. Maken we die nog even open. Boogiebombs gaan we niet meenemen. Die maar gaan we ook niet meenemen. Oké, maximaal wat je aan. Maximaal aan crashpads wat je in één slot kan meenemen, dat is 6. Dan weten we dat ook weer. Dan gaan we doorkijken. Inderdaad, gaan we doorkijken. Maar wat ik ook wilde zeggen was: ik moet ook uitkijken. Want hier zit iemand met een heavy sniper. En een heavy sniper doet volgens mij 150 damage. En op body doet een heavy sniper alleen 150 damage. Wel, body betekent lichaam. Dus op het lichaam doet een heavy sniper alleen al 150 damage. En ik heb momenteel 140 HP. Dus dan ben ik sowieso dood. Want body betekent in het Nederlands lichaam. En zoals ik het ook al uitlegde, een heavy sniper doet alleen maar op het lichaam al 150 damage. En dan ben ik nog steeds dood, want ik heb momenteel maar 140 HP. Hier ben ik dus al geweest, dan gaan we door. Dan gaan we door en zoals je ziet loop ik een beetje vast. Want een kist moet in één keer weggaan en de kist ging niet in één keer weg. Dus daar kun je zien dat ik een beetje vastloop. Ja, ik loop een beetje vast, dat is niet leuk. Maar we hebben Corny Crossroads overleefd en er zijn er nog 47 over en we gaan door. Oh, ik schoot per ongeluk. Sorry daarvoor mensen.
Ik stuurde daar verschrokken. Ik schoot per ongeluk. Ging niet expres. Sorry daarvoor mensen. Inderdaad, sorry daarvoor mensen. Ik schoot per ongeluk. Ging niet expres. Maar we gaan door. We gaan door. We gaan door. We gaan door. Kijk, nu zou ik dus 20 HP overhouden. Als ik op het lichaam word gegeven met de F-sniper. Dit HP is nog steeds niet veel en... Dit deed ik inderdaad zelf. Ik dacht dat ik daar het tweede kon aanvallen. Dat was niet handig. Daar het tweede heeft mij nu ook. Dat kan gebeuren. Ja, wat gaan we doen? Want het gaat niet heel goed. Maar ik ga deze video wel gewoon online zetten. Want dan zien jullie ook een keer dat het niet altijd goed kan gaan. Ja. Toch wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. De baat mogelijk aan meneer Bertha als je geabonneerd bent. En dan zeggen ze altijd, mensen, het kan niet altijd goed gaan. De laatste keer was misschien niet heel slim om Darth Vader aan te vallen, want Darth Vader heeft hacks. De eerste keer ben ik ingesloten. Ik ben een keer aangegeven met een auto. En toen ging ik dood. Dus het zit vandaag gewoon niet mee. En dan kunnen we vandaag ook maar beter stoppen. Dus zoals ik net ook zei, ik wil je bedanken voor het kijken. Doe laat mogelijk hem neerzetten bij het aan als je geabonneerd bent. Inderdaad, doe laat mogelijk hem neerzetten bij het aan als je geabonneerd bent. En dan zeggen ze altijd: mensen, houdoe en de groeten.